Ik wilde helemaal niet in het onderwijs vroeger, maar ik kom vanuit de praktijk. En daar begeleid ik ook studenten. En de docent kwam langs op stagebezoek. En toen dacht ik, oh, dat lijkt me wel helemaal tof. Want dan kun je echt ook docenten opleiden die volgens in het vak komen. Omdat ik dus ook in de praktijk nog werk, wilde ik heel graag twee werelden bij elkaar brengen. En vooral de cliënten gewoon in school brengen. Dat is echt wel mooi om te zien. Vanuit het werk krijg ik natuurlijk wel het meeste energie door met studenten bezig te zijn. En daar zit ook wel de link met mijn vrije tijd. Vooral de sociale contacten vind ik erg belangrijk. Ik vind het heel fijn om gewoon lekker op vrijdagmiddag te borrelen of gewoon lekker uit eten te gaan. De diversiteit die je hebt buiten om het vak of de opleiding waarin je lessen geeft, is er zoveel mogelijk. En ooit heeft een collega tegen mij gezegd in een coachingstraject, je moet je eigen baantje creëren. En dat kun je heel goed binnen Curio. Je hebt zoveel verschillende dingen die je kan doen. Dus buiten om het docentschap, het lesgeven, heb je nog zoveel verschillende andere taken die je kan doen. Alleen is het zoeken bij jezelf van ja, wat vind ik leuk en waar krijg ik energie van. Ik denk dat je altijd wel van en met elkaar kan leren. Dus daarom die sociale contacten zo belangrijk is. Want doordat wij contact hebben met elkaar kun je weer leren of doe je nieuwe ideeën op.